Op het proces Aquino was er vandaag vuurwerk beloofd door de advocaten, maar dat bleef uit. De strafpleiters hebben niet veel nieuwe dingen gezegd. Ze blijven hameren op de zogenaamde grove fouten van de speurders en het Openbaar Ministerie in dit monsterproces. Het proces tegen de Maasmechelse familie Aquino gaat vandaag zijn 9e dag in. Nadat de procureur vorige week antwoordde op de beschuldigingen van de verdediging, is het vandaag opnieuw de beurt aan de advocaten van de beklaagde. En die vielen in herhaling. Ook de Nederlandse topadvocate Ines Wesky, met haar gids zwarte ogen en juwelen van slangen en doodshoofden, kreeg vandaag opnieuw het woord. Nou, nu hebben we het eigenlijk alleen nog over al dit soort aangelegenheden, kwesties dus rond de inzet van die criminele burgerinfiltrant, dat überhaupt niet mag. Nog sterker, er is zelfs de indruk gewekt alsof die man niet bestond. En hierna, wat er nog open staat, dat is natuurlijk eigenlijk het pleiten over de grond van de zaak. Dus het bewijs of het er is of niet er is, of iemand überhaupt zich aan strafbare feiten heeft schuldig gemaakt. Want daar gaat het megaproces naar de vermeende drugsfamilie Aquino over. Zijn er drugstransporten geweest? Gaat het om 2730 kilogram cocaïne met een waarde van 82,5 miljoen euro? De publieke opinie kan maar weinig begrip opbrengen voor de topleiders in het proces tegen de Aquino's. Ik begrijp die publieke opinie niet. Die is vermoedelijk het gevolg vanuit het beeld dat naar buiten is gekomen. Er is naar buiten het beeld gebracht alsof er personen al concrete feiten, strafbare feiten gepleegd hadden. En vervolgens zou er een klein vormfoutje zijn gemaakt door het Openbaar Ministerie. Een termijntje laten verlopen of iets dergelijks. Nee, er is buiten het strafproces, buiten de rechter, buiten de wetgever, van alles gebeurt aan de opsporing, volledig buiten het zicht en volledig buiten de wet. Criminele feiten zijn gepleegd door de opsporing. Het kan morgen twee kanten uit. Ofwel worden die zogenaamde criminele feiten onderzocht, ofwel is het wachten tot de klacht van de advocaten wordt bekeken. Maar in ieder geval betekent het uitstel en dus blijft dit proces maar wat voortkabbelen.